deze compassiebeer verbeeldt waardering voor de zorg. En dat willen wij graag bestendigen. Want dit wordt gedragen door ondernemers en vrijwilligers uit de regio. En samen maken wij het gevoel van samen sterk zichtbaar. Ja, wij zijn ontzettend trots dat deze beer hier mag staan voor dit gebouw. Ook heel erg dankbaar, omdat het een uiting is van dankbaarheid voor alle mensen die zich hebben ingezet de afgelopen maanden voor de zorg, om de beste zorg voor die patiënt te leveren in een hele spannende coronatijd. Dit doe je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig en daar is dit een uiting van. Dus elke ochtend als je naar het ziekenhuis komt en je bent moe of je ziet dit even niet zitten, ja, dan word je hier gewoon blij van. En dan weet je waarom je het doet, want het is een symbool voor respect, waardering en loyaliteit naar iedereen die zich inzet voor de patiënt. Nou, het was even een uitdaging om te zorgen dat de planten op tijd geplant konden worden. Want de financiën die waren net op tijd bijeen om te zorgen dat we de plantjes in september konden planten. En dat is nodig omdat de groei natuurlijk in de wintermaanden stil ligt. Dus we dachten ook van, oh spannend, maar het is gelukt en de plantjes zitten er allemaal in. En nu zijn er nog mooie dagen. En dat doet de planten natuurlijk goed. De compassiebeer laat zien dat we zien dat mensen op allerlei plekken in de zorg aandacht hebben besteed en liefde en verzorging hebben gegeven aan mensen die door corona geraakt zijn. Want de compassiebeer laat zien, we hebben het gezien, we waarderen het. En daarom vind ik het initiatief van Adrienne Rombout echt heel erg belangrijk. Het is natuurlijk ook een plek, hè, want het is niet zomaar iets. Het staat hier op een plek, er is ruimte, je kan erbij gaan zitten. Dus mensen die iets meegemaakt hebben rondom corona, kunnen hier ook naartoe om even stil te zijn. Even te zitten, even te kijken naar dit prachtige teken van compassie. Ongelooflijk veel mensen die hebben zich voor dit project ingezet. En ik vind het echt super mooi om te ervaren. En ik wil iedereen bedanken voor hun inzet en het vertrouwen. Samen hebben we hier iets moois neergezet.